Cuesta. Mag in principe centraal staan. Dus Cuesta en Munoz in de plek van McKenzie en Thomas. En voor de rest, ja, de bekende namen. Hè, met degenen die al genoemd zijn. Met Bonnemar, Macho en Ita. Toch wel de drie belangrijkste mensen die de doeken maken voor deze game. En dus, hoewel hij zelf een 4-3-3 altijd voorstaat, bezet Joe van der Hoorn voor deze ploeg. Die heeft het grootste vertrouwen met die drie serieuze beren achterin in dit systeem waarmee ze die remonte hebben ingezet. Wel, ik denk dat dat een meesterzet was om Munoz achteruit te trekken van het middenveld en achteraan te posteren. En dat dat toch iemand is die inderdaad met die andere jongens, andere Colombianen, gewoon heel goed presteren met die drie achteraan. En dat ze daar terug wat, wat naartoe willen, zeker een plek, ja, van de geliefkoosde vier mensen achteraan. Ook blijkbaar bij het team. Zorgt dat voor meer zelfvertrouwen. Ja, Anderlecht heeft midweek gevoetbald natuurlijk. Deze Henk is daarvan gevrijwaard gebleven. Dus een weekje echt kunnen trainen, een weekje kunnen rusten bij wijze van spreken. En het elftal van Vincent Kompany gaan we eens kijken en vergelijken met dat van een week geleden tegen Haken. Voor mij toch wel een zeer grote verrassing dat Murillo hier op rechtsachter gaat spelen. Speelde afgelopen woensdag ook al in de beker, Peter. Maar ja, ten koste van Sardella, degene die vorige week toch wel wat nummer 1 was. En Cullen, die komt terug in het team ten koste van Trebel. Voor de rest zijn de andere mensen gewoon de 11 met Brun Larsen terug. Die hoe kan je op de bank houdt. Murillo opnieuw in de basis. Jos Cullen ook in de basis. Ja. Kan je zeggen, wat voegt hij toe aan dat middenveld van Anderlecht? Een beetje hetzelfde als Trebel, maar in een andere stijl. Of moeten we dat zien? Toch een beetje grinta in de regie. Ja, dat klopt. Het is iemand die heel onzichtbaar is, hè, in een wedstrijd. Maar wij zeggen heel vaak, als je onzichtbaar bent voor een ploeg, betekent dat heel veel. Je loopt heel veel gaten dicht, je recupereert ook heel veel ballen. Je speelt die simpel af naar de mensen die je moet aanspelen als je eenmaal in balbezit komt. Dus dat zijn toch de voornaamste taken van Cullen die hij bij Anderlecht doet. Ja, zeer dynamische speler inderdaad. Voilà, Nicola, dat waren de twee elftallen voor van. Dankjewel, man. Ik heb met Vincent Kompany gepraat daarnet. Ik heb het uiteraard ook gehad over de terugkeer van Cullen en Murillo. En ik heb hem ook gevraagd, ja, waarom ligt de focus eigenlijk vandaag? Het allerbelangrijkste is voor ons dat we ons concentreren op hetgene wat ons wel lukt. En dat is veel kansen creëren en dat blijven doen. Ons concentreren op hetgene wat ons ook lukt. Dat is weinig kansen weggeven. Heel weinig kansen weggeven en dat blijven doen. Dat is de enige realiteit van Anderlecht die ik ken vandaag. En efficiëntie is wat we nodig hebben. Het grootste verschil tussen Anderlecht en Genk vandaag is, los van het budgetaire, is op het veld ook gewoon het feit dat ze 3-4 jongens hebben waarop ze op kunnen rekenen om, los van de gang van zaken in de wedstrijd, toch het verschil te maken. Ik hoop op veel kansen en dan weet ik dat we wel kunnen scoren. Josh Cullen is er weer bij. Krijgt de voorkeur op Trebel. Hoe blij ben je met het feit dat hij terug is uit blessure? Want dat sleepte wel even. Ik heb getwijfeld, maar qua volume is hem nog volledig niet in staat om te brengen wat dat Josh kan brengen vandaag. Of Anouar of Sambi. En uiteindelijk gaan we in de loop van de wedstrijd ook mensen nodig hebben die het verschil kunnen maken van de bank misschien. En vandaag was dat de juiste rol voor hem. En misschien in de volgende wedstrijden totaal anders. Maar qua volume was nog iets te vroeg voor hem. Heeft Murillo je overtuigd in de bekerwedstrijd of zat het er weer aan te komen op basisplaats? Ah, ik ben daar nogmaals totaal onfilosofisch in die zin van, er zijn taken die moeten worden uitgevoerd en diegene die dat het beste doet, krijgt bij maat een kans. En ik vind Murillo een topspeler voor onze ploeg en een belangrijke speler voor onze ploeg. Ik denk hetzelfde over Mikhailichenko, Kemal Lawrence en Sardella. Ik ben daar heel rustig en objectief in. Maar vandaag Amir, wat ik van hem heb gezien in de laatste weken, geeft me wel het gevoel dat hem nu terug. Hij had een vorm diep, hè. Dus daarom dat we hem ook naar zijn familie hebben laten gaan.